Rob, welkom in Amsterdam. We staan hier voor de replica van het VOC-schip de Amsterdam van het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Voordat we aan boord gaan, kun jij iets over jou persoonlijk vertellen? Hoe ben jij opgegroeid? Als je puur op voetbal kijkt, dan ben ik begonnen bij een amateurclubje. En op mijn 9e al bij PSV terechtgekomen. En daar heel de jeugdopleiding doorlopen. Uiteindelijk in het eerste elftal terechtgekomen. Maar via FC Den Bosch, NEC en FC Twente uiteindelijk bij Ajax terechtgekomen. Voetbal is in jouw hele familie een belangrijke zaak. Vader is ook nauw betrokken in het voetbal. Ja, mijn vader heeft ook op hoog niveau gespeeld. Mijn neefje Joris Matthijssen. Wat dat betreft waren we altijd wel sportgericht en ook voetbalgericht inderdaad. We gaan zo aan boord van de Amsterdam. Wat verwacht je ervan? Ja, ik sta er heel open. Ik verwacht er eigenlijk niks van. Van de buitenkant ziet het er indrukwekkend uit. Dus van binnen hopelijk ook. Oké, we gaan snel kijken. Oké. Rob, bevalt het inmiddels al in Amsterdam? Jazeker, na een maand in een hotel gewoond te hebben, heb ik nu een plekje met mijn gezin in Amstelveen gevonden. Dus ik ben eindelijk gesetteld en ik heb er veel zin in om de laatste periode van deze competitie nog te gaan vlammen met Ajax. En wat is je indruk van Ajax na die eerste maanden? Anders dan dat de meeste mensen denken dat het een koude club is, is het eigenlijk een hele warme club. Mensen in en rondom de organisatie die hebben mij gelijk vanaf dag 1 thuis laten voelen. Is het toch wel een soort familiegevoel. Eigenlijk alleen maar positieve gedachten komen naar mij naar boven. Dan maakte je tegen NEC je debuut als Ajaxie. Ja. Dat was tegen een op vertrouwde grond, hè, bij een club waar je eerder hebt gespeeld. Ja. Was dat een voordeel dat je juist daar je debuut kon maken? Nou, ik zag het niet als een voordeel, maar ook niet als een nadeel. Ik ben wel blij dat we die wedstrijd in ieder geval gewonnen hebben. En dat was ook een zeer lastige wedstrijd waar we toch hebben laten zien dat we met z'n allen keihard geknokt hebben. Zeker toen er nog één uitgestuurd werd bij ons, hebben we laten zien dat we kunnen knokken. Dat zal de laatste wedstrijden van deze competitie ook zeker nodig zijn. Rob, je hebt dit seizoen ook bij Nederland B gespeeld. Ja. Hoe was dat? Ja, ik vond het een leuke week hebben we gehad. Mijn oud-trainer Johan Neeskens ben ik daar weer tegengekomen. Dennis Bergkamp. Ja, en het geeft ook een beetje aan dat ze je toch aan het volgen zijn. En dat je dicht tegen Nederland A zit. Dus wat dat betreft blijft het altijd een eer. En is het ook denk ik goed om daar altijd naartoe te gaan. Rob, je hebt inmiddels je eerste doelpunt ook te pakken in het Ajax-shirt. Wat kun je daarover zeggen? Dat het leuk is, maar dat het geen 3 punten op heeft geleverd. Dus wat dat betreft over die wedstrijd niet echt een positief gevoel overgehouden. Omdat het was een belangrijk doelpunt, maar ik had liever 3 punten mee teruggenomen naar Amsterdam. Ja, maar goed, voor jou persoonlijk toch een mooi moment? Ja, als je scoort is het altijd een mooi moment, maar... In eerste instantie sta ik er om het doelpunt tegen te houden. Het maakt mij niet uit wie er scoort als we maar 3 punten binnenhalen. Wat wil het toeval, tussen haakjes, dat Ajax dit seizoen opnieuw met FC Twente strijdt om de tweede plek? Hè? Toegang tot het voorronde van de Champions League. Ja. Dan heb je het vorig jaar natuurlijk vanuit Twents perspectief gestreden, bekeken. Ja. Nu is het totaal anders. Ja, inderdaad. Er zijn natuurlijk geen play-offs meer, wat vorig jaar natuurlijk wel zeker voor Twente een voordeel was. Omdat we in principe onder Ajax waren geëindigd.
En nu moeten we gewoon zorgen dat we aan het eind van de 34 wedstrijden boven Twente staan. En daar gaan we de komende wedstrijden alles aan doen. Eerder dit seizoen speelde jij met Twente in de Grolsvesten tegen Ajax. Wat herinner je nog van die wedstrijd? Dat Ajax heel zakelijk speelde. Heel reëel. Een beetje zich in liet zakken. En wachten op de fouten van ons. En, ze kwamen ook 1-0 voor. We hebben toen heel veel kansen gehad als Twente zijnde. Maar Ajax heeft toen gered. En hebben die 3 punten meegenomen naar Amsterdam. En nu ben ik blij dat ze die mee hebben genomen. Rob, dan zitten we op de boeg van VOC-schip de Amsterdam. De boeg staat op de toekomst gericht. Ja. Wat verwacht je van de toekomst? Nou, de nabije toekomst hoop ik inderdaad met Ajax de voorronde Champions League te halen dit seizoen. En, hoop ik toch ook wel in de jaren hiervolgend een kampioenschap mee te maken. En proberen om in een groot Europees toernooi en een beker toernooi zo ver mogelijk te komen. In januari tekende je je contract tot 30 juni 2011. Dus dat houdt in dat er nog heel veel tijd is om mooie dingen te realiseren. Ja, inderdaad. We hebben nog tijd, maar je moet gretig zijn als topsporter. Dus je moet proberen elke dag beter te worden. En wat ik al zei, dit jaar zit het kampioenschap er niet meer in. We gaan ons nu richten op de voorronde Champions League. Maar volgend seizoen moeten we van onszelf gaan eisen dat er een kampioenschap komt. En daar moet je met z'n allen elke dag alles aan gaan doen. Dit is de boot waarmee de wereldzeeën werden verkend. Goed, dat is een mooie vergelijking met Ajax. Ja, al hoop ik wel als we Europees gaan spelen dat we met het vliegtuig gaan in plaats van met de boot.